Om jongeren goed voor te kunnen bereiden op de stap naar werk, is het belangrijk dat onderwijs en arbeidsmarkt op elkaar aansluiten. Binnen de Topacademie werken scholen en bedrijven daarom samen aan beroepsgericht onderwijs. Een topacademie is een vakschool met een gezamenlijk geschreven onderwijsprogramma waarin jongeren op de werkvloer les krijgen van docenten en ervaren medewerkers van het bedrijf. Zij lopen stage in een leermeester-gezelconstructie en volgen lessen die zijn afgestemd op de werkpraktijk van het bedrijf en de branche. Op die manier leidt de topacademie jongeren op voor een baan. Hier doe je meer met je handen, maar op school moet je meer zitten en meer luisteren. Ik denk dat ik door dingen te doen sneller oppik dan om dingen te lezen. Dat is fijner voor mij. Ja, op school val ik soms slaap. We zien hier ook echt dat het vaak doeners zijn. En tijdens dat doen kun je ze gelijk tips geven, kun je ze een beetje bijsturen. Niet in het klaslokaal, maar op de werkplek krijgen zij de stof geleerd. Dat maakt dat zij gelijk begrijpen wat ook het nut is van dat wat ze leren. Omdat het nieuw is en innovatief, is het eigenlijk prettig omdat je mee kan bouwen. En wat moet er nou in zo'n les zitten? En wat zijn nou echt die vakgerichte, branchegerichte capaciteiten die je moet hebben om in dit werk goed te kunnen slagen? Als scholen en bedrijven gaan samenwerken, dan krijg je echt beroepsgericht onderwijs. Dan leid je op tot een baan en dan krijgen jongeren perspectief op werk. Nou ja, ik denk dat deze manier van werken heel erg bij Rotterdam past. De toekomst voor zeg maar, beroepsonderwijs is heel erg te vinden in een hele goede samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Het levert ons nieuwe vakgerichte krachten op die wij in de toekomst zelf of in de branche terug kunnen zien. Maar het levert ons ook een maatschappelijke meerwaarde op. We vinden het heel fijn om op die manier vorm te geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. De leerlingen krijgen les hier bij ISS. En wat je hierin ziet is dat je eigenlijk de expertise van de vakmensen, dus de medewerkers van ISS, combineert met de kennis van de docent. Het belangrijkste voordeel van lesgeven op de manier waarop we dat hier doen, is dat leerlingen bezig zijn. Ik ben er als docent bij en op het moment dat ik iets zie gebeuren waarvan ik denk van hé, er wordt in de theorie ook aan gerefereerd, kan ik daar gelijk iets over zeggen. Het begeleiden daarnaast is gewoon dat ik mijn vak en mijn trots, wat ik voel voor catering, aan hun kan overbrengen. Voor mij is het wel moeilijk, ja. Ja. Het kwam door dat ik slechthorend ben. En ik vind het lastig om mensen te horen. Ik moet leren om naar de klanten toe te gaan, om bediening. Ik ga met ze om alsof het gewoon mijn medewerkers zijn, gewoon puur mijn collega's. Op het moment dat ze die kleding aan hebben en ze komen vol trots binnenlopen, dan zijn het mijn collega's. Hier werk je wel echt met professionals en mensen die weten hoe het moet. Dus ik voel me echt meer werknemer dan een leerling, ja. Leren op de werkvloer is niet alleen leuk en leerzaam, het biedt ook perspectief op werk. In het schooljaar 2017-2018 nemen er al 222 leerlingen deel aan een van de 17 topacademies. De gemeente Rotterdam heeft de ambitie om samen met Learn to Work 24 topacademies in kansrijke branches op te zetten. Op het moment dat je projecten organiseert waarbij onderwijs en bedrijfsleven actief samenwerken om voor leerlingen zeg maar een beter perspectief te bieden, dan zie je dat dat ook loont. Het is best af en toe klussen als je innovatief bezig bent. Het is zoeken naar wat werkt, wat niet. Als het goed is, wordt dit straks de meest normale zaak die er bestaat. En krijgen leerlingen een leerwerkplek binnen onze organisatie. Voor scholen is het de manier om hun lesprogramma actueel te houden. En voor bedrijven is het de manier om hun toekomstige vakmensen op te leiden. Ik vind hier super leuk. Ik heb hier super ervaring. Fijn, heel fijn. Het is ook echt iets wat ik wilde. Thank you.